Ik heb een enorme hekel aan voetbal. En toch ga ik vanavond naar Feyenoord AZ. Met een heel stel vrouwen. En die zie ik hier vanavond. Eens kijken of vrouwen en voetbal toch samen gaan. Ja, ik ben niet van de muur, 1993 landskampioen. De vrouwen met wie ik ga hebben een groot Feyenoord hart. Bijvoorbeeld Joyce. Zij brandt elke zondag een kaarsje voor de club in de kerk. De enige die wel eens naar een wedstrijd is geweest, is Gerda. Feyenoord is ons leven bij mij thuis, ja. Dus als echt, alles draait om onze rood-witte helden. Dus ja, die meiden moeten dan een keer meemaken natuurlijk, hè. Leven Feyenoord 1. Vrouwen en voetbal, heel gezellig, maar weten de dames wel wat van Feyenoord? Sportverslaggever Jan-Dirk Stouten stelt ze op de proef. Feyenoord speelt tegen AZ uit Alkmaar. En jullie weten allemaal wie de trainer is van AZ, denk ik. Nee. Jan Verbeek? Wie zeg je? Nee, Jan Verbeek. Gert-Jan Verbeek. Oh ja. Knap van jou. In de spits bij Feyenoord staat vanavond Luc Castaños. Wat is de nieuwe club van Castaños? Waar gaat hij komend seizoen spelen? Even kijken of zij het ook weten. Even een kleine enquête. Ik heb echt geen idee. Dat weet ik allemaal na. Het is in Italië, dames. Inter Milan? Ja, helemaal goed. Wanneer is deze club opgericht? Dat is echt basiskennis. Als je hier bent, moet je weten wanneer ze zijn opgericht. 1908. Dat is echt knap. Hoeveel gaat het worden? Ja, ik ga voor 2-1. Ik denk 2-2-2-1 of zo. 3-2, denk ik. Blijf je Feyenoord altijd trouw? Ja, denk wel, ja. Ja, tot mijn dood. Dat weet ik zeker, dat weet ik zeker. Ja, het zit echt in mijn hart. Dadelijk als Feyenoord, heb je natuurlijk de zomerstop. Ja, dan is het saai. Verleden week had je natuurlijk Nederland zelf dan. En dan zitten te schelden. Waarom moet het oranje tussendoor? Je bent helemaal van je pad af. Je ontregelt gewoon een beetje. En ik ben ook wel vaak wel eens kwaad op Feyenoord, tuurlijk. Wat denk je, ze verpesten dan als ze verliezen mijn hele zondag. En als ze dan winnen, dan kijk ik op Eredivisie Live elke dag nog wel eens met mijn man samen de wedstrijd terug. En dan zoomen we terug op die goals. Van de wedstrijd mogen we niks laten zien, maar wel hoe de dames reageren. Oh, ik vind het zo erg, Mirjam. Echt maar. Ja! Wat dit is nou weer, Jan Klemstam! Godverdomme! God, dat is echt niet om heel hier is niet. Helemaal gek. Oh, my god! Jongen. Hoppa! Ja, gezellig. Ja, echt gezellig. Maar die krijgen dat, die kijken er ogen uit. Van wat gebeurt daar nou? Wat gebeurt daar nou? Hé, hey, wat gebeurt daar nou? En dan moet het nou. Net zoals Jolanda, die snapt het niet. In welke goal moeten ze nou schieten? Ja, geweldig. Hier praten ze dadelijk nog weken over, hoor. Helaas, Feyenoord verliest. Hoeveel kaarsjes ga je morgen branden in de kerk? Nee, ik denk 1, dat is genoeg. Ik denk dat we het daar niet meer redden. Ja. Ja. Nou, maar ik vind het fijn dat ik wel eens denk van schiet, kom op nou, geef die bal eerder af, dat gepingel op dat middenveld. Dat zou ik wel eens tegen Mario willen zeggen, wat is dat nou, zie jij dat? Ja. Gaat het een beetje? Ja. Jawel. Over de heen, hoor. Vrouwen en voetbal is best een goede combinatie, want ik heb vanavond vrouwen gezien die zijn fanatieker dan de gemiddelde man. En voor mij, ik denk dat ik de volgende keer pas weer in de Kuip kom als er een goed concert is.